Hey yo kijkers van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik een nieuwe surftour en ik ben hier samen met Jordi en ja. Hallootjes. En ja, ik ga even iemand openen. Ik ga even iemand op de whitelist zetten. Whitelist ads, nu komt het, Ronald, tel maar af. 3, 2, 1. Happy New Year! Trojan vet bal. Wat een naam. Gefeliciteerd, jij bent op de server. Hallo, Winnie de Poel. Hi. Goed, nu ik iemand. Dash. Wie komt het? Mag ik aftellen? White. White. Als mag ik aftellen, Ronald? Whitelist. At. Mag ik aftellen? Ja. Oké, 3, 2. Zo, gedaan. Zo. Hallo, Oetlul. hey, wat ben je? Jordi, nee, de ik ga tegen de mensen zeggen dat ze... Hallo. Ik zeg even hallo. Ik zeg ook even hallo. 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 Maar ja, er zijn een paar nieuwe veranderingen in de server. Ja. Waaronder als je grieft, je acute ban krijgt. Want we hebben 10 minuten geleden of zo iemand geband net. Omdat hij het leuk vond om te grieven. Ja, en het maakt op zich niet uit of je nou het als grieven bedoelt of niet. Maar als je gewoon in iemands huis ongevraagd zit, is het grieven. En dan word je gewoon geband. Want er staat duidelijk in de regels, niet grieven. Dus wat is daar nou zo moeilijk aan? Is het rocket science? Dacht het niet. Oké. Ja, lekker duidelijk uitgelegd, Ronald. Ja, want het is gewoon, wij zijn er ook gewoon klaar mee. Dus ja, grieven is een acute ban. En nu kun je wel iemand anders de schuld gaan geven, maar we hebben zelfs zo'n plug-in. Ja, we hebben een plug-in en daarmee kunnen we kijken wie dat heeft geslopt. En we gaan natuurlijk niet vertellen wat het is natuurlijk, want misschien vinden ze daar weer een mod voor en bladibladibla. Maar goed, we hebben er daar een bepaalde plug-in voor. Maar goed, laten we maar eens gaan kijken naar wat huisjes. Oh mijn god, dit is ook al half gesloopt hier. En ja, we gaan denk ik creeper-explosies uitzetten wanneer de server aangaat, zeg maar. Ja, het is al aan, alleen het is nog een soort van beta-versie. Ja, het is nog beta. We gaan nog wel een keer alles bij langs, alles mooi maken en zo. Maar goed, even kijken. Jordi, ik ga het kasteel hier laten zien. Ik ga hier eens even kijken wat hier is. Ik tp even naar jou. Tp donuts. Mert, dat ben ik. Oké. Wel, wat is hier? Oh, kut. Nu zien ze bij mij de plugin. Veel joh, jij emo. Dat knip ik er nu uit. Dat knip ik eruit, Ronald. Goed zo. Nou, hier is dus een van de cases. Zet nu even die chat uit, oké? Okay? Multiplayer, zet. Ja, ik vind het prima. Oké. Okay. Even kijken, dit is bij de weer mijn wapen. Je oma, ja. Met Fire Respect 2, Knockback 2. Dat is hier. Geef eens aan mij. Nee. Nee, ik geef het terug, ik zweer. Anders mag je me killen. Oké. Okay. Maar goed, ik zal ondertussen even de regels uitleggen van hoe je op de server kunt komen. Jongens, kijk, je oma. Ja, maar goed. De regels om... Hier, ga eens in game mode. In survival. Nee. Oké, hier heb je weer. Maar goed, in principe zijn de regels om in de server te komen echt super simpel. We hebben deze server toen nog niet echt met de regels gedaan. Maar vanaf nu gaan we dat gewoon doen. En als er geen mensen zijn die zich aan deze regels houden, wordt er helaas in de server toen dan niemand meer geen fight. Dus zo simpel staat. Wat je in principe moet doen, is je moet sowieso je Minecraft naam achterlaten in de comments. En je Skype naam gewoon één keer niet gaan spammen. Je krijgt één waarschuwing, spam hier weer, maak je ook gewoon geen kans. Wij zijn echt super streng hier. Toch, Jordi? Want we lezen echt elke comment. Ja, maar we lezen serieus. Echt serieus. Ook ja, al, hij nu, maar... Helemaal wel, man. Oh, lol. Ja, oké. Okay, van zijn nieuwste video's. Ja, en we reageren er niet altijd op. Dat komt omdat het soms een beetje te veel is. Ja, daarom. Daarom is het ook gewoon niet handig om te gaan spammen en zo. Maar goed, dat is dus het eerste ding. Skype-naam en Minecraft-naam. En dan moet je nog een reden achterlaten waarom jij in de server zo moet. En gewoon zeggen, ik ben goed in PvP. Ik kan goed bouwen. Niet goed genoeg, breng het. Dat zijn echt fucking simpele dingen. Ik kan goed bouwen. Breng het gewoon leuk. Van, ik kan dit bijvoorbeeld heel erg goed brengen. Bedenk een originele zin. Ja, en wat je dan als laatste moet doen, is je moet naar mij en naar Jordi, want dan maak je uiteraard meer kans. Een foto sturen met je beste Minecraft bouwwerk. Als je het van Google hebt afgehaald, GG, good game, kom je er nooit op. We zijn echt gewoon super streng. Alle regels staan bij mij nog onder in de beschrijving. Ik weet niet wat Jordi gaat doen, maar... Maar weet je wat echt de beste reden is? Nou? Is, ik wil graag met Ronald neuken. Zo kom je er sowieso al op. Jordi... Ja. God noem de ju. Ik ben een kutmogol. Nou, godverdomme. Even ophouden met geld. God, Sam is een kutkind. Zo, dat moest even. Ja, wat nou, mogol? Maar goed, we gaan even de huisjes laten zien. Even kijken, hier is heel veel nieuws gebouwd, volgens mij. Oh. Je hebt gewoon een spastische paard. En ja, één hele grote regel. Laat geen boom zweven. Kap ze neer en herplant weer. Hak je één boom om, plant je gewoon weer sapling terug. Gewoon, dat is gewoon de regel vanaf nu. En het kan me niet schelen of je dat nou doet of niet. Het moet gewoon, klaar. Kijk maar, ik zal het laten zien. Kijk, dit is dus het effect als je een zwevende boom hebt. Kijk. Ja, dat haat ik. What the fuck moet dit nou weer?
Wat moet dit nou weer voorstellen dan? Ben je godver. Oké, dit is de vaagste boom die ik ooit... Jordi, kijk de even. De vaagste boom. De vaagste boom die ik ooit heb gezien. Oh, ja, ik ben Mickey Mouse. Oké, Ronald, ik ben hier. We're gonna have some real nice fun today, boys. Wat? Maar goed, wat vind je van deze boom, Jordi? Echt kunst. Ik moet even reconnect doen. Failure, Jordi. Ja, wat nou failure? Ja, failure, ja. Je bent gewoon zelf een failure, man. Ja, maar goed, we gaan nog wel gewoon random mensen inviten door spammen met livestreams. Maar dat heeft ook gewoon geen zin om het onder andere video's bij mij te doen, want dan verwijder ik de comment gewoon klaar. GG. Jordi, wat doe je nou? Nou, dan ga ik de kijkers wel deze huis laten zien, je dombo. Ja, wat nou dom? Oh, pardon, hoe noemde jij mij? Kijk, dit is van Nethercores gemaakt. Het is echt wel super episch. En ja, je ziet dat met birds en zo. Het is echt wel een mooi huis. Wie dit heeft gemaakt? Godverdomme, Jordi. Maar goed, degene die dat huis had gemaakt, echt gewoon duimpje omhoog voor hem. Het is echt gewoon super nice. Ja, hij heeft volgens mij gestolen van de duikplank van Jeroen. Ja, over Jeroen gesproken. We gaan by the way nog ergens een leuke attractie maken. Een TNT-kanon. Dus ja, gaan we denk ik weer de volgende stream doen. Die we denk ik van het weekend gaan doen. Ik weet niet wanneer dit online komt. Ja, ik denk dat dit bij mij morgen online komt. Ik neem het op de 31ste. 31ste, jong. En ik ga proberen om... 31ste. Ik ga proberen, ja, iedere zondag, in principe vanaf de volgende surftour, iedere zondag een surftour online te doen. Ik probeer het sowieso één keer in het weekend en één keer op vrijdag. Ja, oké. Nou, ik ga dus denk ik op... Heel vaag, maar ja. Ja, ik ga dus gewoon... Gewoon op zondag en dan invite ik gewoon één iemand. Of misschien invite ik er wel twee. Als ik de twee goed vind, dan invite ik de twee natuurlijk. Maar we gaan, ik ga denk ik... Maar nooit meer dan vijf. Ik ga denk ik... Oh, nee, laat maar. Dat is... nee, dat doen we al. Maar goed, dit is wel fancy hier zo. Wat de Oh, daar. Nee, dit is gewoon nou. Epic. Ja. En jongens, het zal echt gewoon enorm fijn zijn als jullie gewoon iets van leuke... dorpjes gemaakt. Dus zoals daar wordt gebouwd. Gewoon niet alleen een huis, maar ook gewoon zoiets als dit of zo. Dit is echt ook gewoon episch. En dit, hier kun je echt gewoon een prachtig dorp maken. En hier kun je echt gewoon nog prachtige dingen bouwen. En ik ga even bij dit kasteel hier kijken. Holy shit, dat heb ik nog niet eens gezien. Jij niet, nee, jij bent gewoon schil. Cool, pardon? Mag ik meebouwen? Oh, het zal, oké. Okay. Wel, cool, stil. Ik ga het even laten zien. Het is best epic. Best okay. Wel ja, dit epic. Is wel mooi gemaakt op zich, ja. Ja, ik vind het echt een mooi kasteel. Ik ben ook bezig met een soort gelijk kasteel. Hoezo kan ik niet geen chat bericht... Oh, wacht, ik zie maar het ik al. Ben dus... zijn jullie nog aan het recorden? Ja. Maar ik ben dus met een soort gelijk kasteel bezig in Multicraft. Dus ja. Yeah. Waar jullie by the way meer episodes van gaan zien, dus ja. Even okay. Kijken. Maar dat was het denk ik of nog niet. Nou, daar is nog een huis en hier zijn nog allemaal huizen. Oh, dit wil ik nog even laten zien. Ik wil even de Allianz Arena laten zien. Kijk, dit zijn echt mensen van de server. Hallo. Oh, ik tip even naar jou. Kijk, dit is gewoon de Allianz Arena. Tenminste, hoe heet dit? Dit heb ik al laten zien. Ik vind de Allianz Arena leuk. Ik wil laten zien. Dan hebben we zo'n snowball. Snowball, kijk. Oh, is dit voor snowballen? Oh, ik dacht gewoon dat het gewoon normaal... Of, ja, dat kan ook, denk ik. Ja, dat heb ik hier gedaan. En ik vind best wel dat ze het goed hebben beveiligd in principe. Maar ja, mensen die hakken er gewoon doorheen mee. En dan kunnen we zien wie het weg heeft gehakt. En dan word je gebound en GG. Want het is gewoon als je ongevraagd blokjes weg gaat halen van iemand. Dat telt dude, als what the fuck man, je praat elke keer door me heen. Oké. Okay. Toen was het stil. Nou, je wilt toch afsluiten? Ja, dan zal ik dan nu afsluiten? Ja, dat is prima jongen. Ik vind het helemaal... Oké, okay, Ronald, dat kan gewoon. Heb ik zwart, ja. Oké, okay, bedankt voor het kijken, laat even een achter. Abonneer op het kanaal van Ronald en spam, nee, niet spam. Zet je Minecraft naam achter in de reacties. Ja, spamming geldt alleen voor livestreams. Ja, en dan zien we jullie later. Ja, tot de volgende keer. Onze Twitter staat in de beschrijving. By the way, Jordi's kanaal staat in de beschrijving. Mijn Twitter staat in de beschrijving. Jordi's Twitter niet, want hij is gewoon falen bij zijn Twitter. Maar goed, dan jongens, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. En laat wat likes achter bij de... Weet ik veel. Als we tegen zondag 20 likes op deze video halen, dan komt er een volgende surf toe. Dus ja, eens kijken of dat... Later. Ja, laters. Doei.